Ja, hoi mensen, vandaag een nieuwe video. Vandaag gaan Anouk en ik weer Star Citizen spelen. Maar je zult wel denken, waarom zitten jullie dan naast elkaar? Nou, voor de volgende opdracht moeten wij een kleur hebben. Die gaan we uit dit bakje halen. Nee! En ik zal nog even snel uitleggen hoe dit in het werk gaat. We krijgen een kleur en dan moeten jullie gaan bepalen welke jullie het mooist vinden. En dan in een van de volgende video's weten wij wie de winnaar is. Dus, Anouk pakt als eerst. En jouw kleur is wit. Nou, dan kun je iets leuks maken. Kijk, even voor de zekerheid dat je het echt zeker. Beetje als oranje, hè? Wit. En ik doe. Moet dan alles wit zijn of moeten bepaalde dingen wit zijn? Ja, dat mag je zelf weten. Bepaalde dingen. Je mag ook een wit paard nemen. Ah. Groen. Green. Groen. Ja, dat je veel beter in groen bent. Ik wil die andere. Ik wil de andere. Ik nee, 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 niet weer. Oké, okay. Nou, we zien jullie weer zodra we in Star Stable zitten. Hallo, we zijn er weer. Hoi. Hoi jongens, Hi. We zijn er weer. We hadden even wat gedoe met de microfoon en zo, dus we zijn een paar uur later. We zijn een paar dus uur we hebben een nieuwe microfoon. Ja, we hebben een nieuwe microfoon ondertussen. En we gaan lekker opnemen, eindelijk. Yeah, eindelijk. Oké, okay. Ik had nog een paar regels. Ik weet niet meer precies wat we allemaal hebben uitgelegd in het eerste filmpje. Maar de regels zijn, het gaat erom dat ik groen in mijn setje heb en Anouk wit. Of dat nou het paard is of de kleren, dat maakt niet uit. Maar de kleur moet er sowieso in zitten. Als jij een roze had. Ja, dat had ik al een setje. En degene die het mooiste setje heeft volgens jullie wint de opdracht. En jullie moeten dan gewoon gaan stemmen aan het eind van de video. Maar nu krijgen we eerst een kwartier de tijd. Ik zet... Eerst reclame, maar... Oh, kut, ik ben Wacht even. Kijk, oh, je moet je homestemmen nog niet in. Eruit. Oké, okay, nee, ik doe echt niks. Ik doe niks. Ik nee, heb mijn handen eruit. Omhoog. Eruit. De timer die loopt nog niet. Kijk, laat even zien dat het echt 15 minuten is. Zo, dat komt er zo uit. Oké, okay, en de timer loopt. Nou, nu. Ja, oké, okay, we hebben dus een kwartier beeld. De tijd. En ik hou jullie gewoon op de hoogte met mijn stem van hoeveel minuten we nog hebben. Maar als je denkt, waarom hebben we dan andere kleren aan nu? Nou, dat is daarom dus. Even denken, wat voor paard vinden we? Oké, gelukkig. Welk paard vinden de meeste mensen mooi? Want het gaat uiteindelijk om dat jullie natuurlijk mijn paard het mooiste, of mijn setje het mooiste vinden. Wat even is? Denken welke jullie wel leuk zullen vinden. Stardust is misschien wel leuk. Nee. Oh jongens, mijn kleur is dan ook groen. Ja. Zou ik die doen? Nee. Zeg gewoon hun namen, joh. Nee, ik zit al het paard die ik wil, dus... Oh. Ik weet nou niet of een van mijn paarden het set eigenlijk al om heeft die ik wil. Ik denk dat ik... Nou, het is zo moeilijk. We hebben niet zo lang de tijd. Nee. Oké, ik... Het is ook echt een goed setje, though, die ik... Oh, maar echt starstil is echt heel erg maar erg. Denk je binnen een kwartier klaar? Of denk je dat het langer gaat duren? Oh, ik ben binnen een kwartier klaar. Dus ik kan gewoon vind. Ja, ik moet eigenlijk wel een wit paard. Ik denk dat ik star dus ga doen. Maar ik kan altijd nog goldstar bijvoorbeeld pakken als ik heel graag wil. Nou, ik heb al een leuk... dekje. In mijn gedachten. Oh, heb ik me al tot level 6 getraind? Dat kan ik dus echt niet herinneren. Heb ik dat niet gedaan? Nee, dat denk ik niet. Oké, okay, ik wil een cross setje maken. Ik start dus dan wel niet echt een cross pony, maar een dressuurpony. Toch wil ik een cross setje maken, denk ik. En het dekje wat ik graag wil gebruiken is... Even kieken of ik die snel kan vinden. Oh, nee, hier zijn de slechte. Volgens mij was die geen goeie. Oh, dit is zo'n goed dekje. Waarom zit die daartussen? Zou ik dit doen? Dat is zo standaard. Je kunt ze wel vragen, maar ja, ze antwoorden toch niet meteen. Dat is wel jammer, hè? Ja, dat jij echt super mooi hebt, kom ik aan met mijn noob dingen. Oké, ik denk dat ik een ander paard ga doen. Dit dekje wil ik gebruiken, jongens. Deze vind ik wel heel... Dit is gewoon groen. Ja, ik ga die doen. Oké. Okay. Ik denk dat ik dit zadel ga gebruiken, maar ik kan altijd nog overgaan de dressuur. Het ligt er een beetje aan wat voor shirt ik erbij kan vinden. Of zou ik Popspot doen? Popspot? We hebben nu of nog 12 minuten. Oh. Wacht, ik wil gewoon een zwarte cap, maar is het dressuur? Nee, het is natuurlijk cross setje. Dus ik moet even mijn cross cap pakken, maar dan doe ik even nu iets op. Stel dat ik het vergeet, dan doe ik in ieder geval cap op. Of zou ik
Oeh, oh, ik heb zoveel paarden. Waarom heb ik zoveel paarden, Judith? Ik weet het niet. Ja, ik heb een witte gepakt, want daar past groen bijvoorbeeld het best bij. En dan zou ik als ik jou was een bruine pakken of een zwarte, geen wit paard. Nou, dat is racistisch. Hé, dat was niet racistisch bedoeld. Mijn paard staat vast. Moet je even je hoofd even bellen? Oh, wacht. Kan ik hem niet leiden? Oh, ja, hij staat niet meer vast. Oh, ja, jawel. Oké, okay, dit jasje vind ik wel cool. Ik damp heel even wat spullen snel. Goed. En ik sta niet meer vast. Oh, dit is mooi. Ja, yeah. Je bent echt een knappe poon. Of ik doe... Wat is Anouk positief vandaag, jongens? Ja, normaal scheld ik ze uit, dus... Ja. Dit groene jasje, nee, past er niet helemaal bij. Wat ik doe, dan... Ik wil geen sweater, denk ik trouwens. Ik vond sweaters eerst echt superleuk. Maar nu, ja, ik weet dat ik hier dus een groen shirt heb die er wel mooi bij past. Maar ik vind die niet zo heel erg mooi. Even kijken. Oh nee, dat is bij een andere. Zullen we het even dit daarin dumpen in ieder geval? Ik vind wit zo wit. Leerjasje is ook wel gaaf. Maar ik denk niet dat ik dat ga doen. Oh wacht, dit was niet degene die ik wil doen. Het is wel echt zo basic wat ik ga doen. Maar ik ga het wel doen, dus... Maar het hoeft niet snel te zijn, hè, Anouk? Ja, maar ik weet niks. Ik heb helemaal niks wit. Echt niks. Je kunt toch een dressuurtje maken. Kijk, deze past er op zich wel bij, maar ik vind hem niet heel erg mooi. Je kunt altijd nog naar de shoppingmall gaan. Misschien ga ik dat ook wel doen. Oeh, ik heb dit groene shirtje. Dat kan ook nog wel iets mee. Nee, dat ga ik niet doen. Of ik doe het zo. En dan... die. Oh, nog meer groen. Ik heb eigenlijk best wel veel groen nog. Oh, hier heb ik een groen shirt volgens mij. En dan als die. Ah, past? Dit begint erop te lijken. Oeh. Oeh. Deze past er niet helemaal bij. Judith. Dat kan niet. Nee, daar kan ik ook niet heel goed tegen. Oh, dit is echt nice. Dit past goed. Hier heb ik ook nog iets groens. Ik moet een witte broek hebben. Oh nee, ik heb een witte broek. Oké. Okay. Nice. En dan... zwarte laarzen? Ik heb ook een witte... Oh, dit is ook nog groen. Nee, die vind ik... Ja, nee, maar wit wordt dan zo wit. Ja, maar nu lijkt het net als... Ja, ik ga even kijken naar wit. Oké, okay, het is natuurlijk een crossetje. Ik denk dat deze blauwe er wel mooi bij past. Hoe lang hebben we nog? We hebben nu nog 9 minuten ongeveer. Iets minder. Zit hier dichtbij een busstop. Is dat voor het Pinta? Voor het Pinta. Je kunt ook met de trailer er naartoe, hè? Ja. Ik denk dat ik deze jas ga gebruiken, maar dan vind ik dus een andere broek er beter bij passen. Heb ik niet een groene broek of zo? Wat is de straf? Weet ik niet. Ik had eigenlijk gevraagd of de mensen dat in de reacties achter wilden laten, want ik heb geen idee voor een straf. Aangezien zij toch best wel veel dingen in de hand hebben, vind ik het wel in deze video, vind ik het wel leuk als ze dan ook de straf kunnen kiezen. Dus... Laat even een straf weten onder in de reacties, jongens. Misschien dat we jullie straf wel uitvoeren. You never know. Nee, dit wordt hem niet, denk ik. Maar kijk, hier kan ik niet tegen. Deze passen er net niet helemaal bij. Maar ik kan ook gewoon een ander kleur shirt aandoen. Oh, nee, het past er ook niet. Op, zie ik nu. Dus dat maakt het natuurlijk nog wel iets heftig. Mal wil ik. We willen naar de mal. Of we doen een wit shirt. Blauwe broek. Dat kan ook nog. En een witte laarsje. Oh. Oh my god. Oh, ik vind dit lastig, joh. Ik ook. Ik ga heel wat Jorvik Zillings besteden. Ik zit nu aan de 6000 Jorvik Zillings. Ik begon deze hele serie. Met hoeveel je het? Volgens mij. 8000. Hoe lang spelen we nu? Weet niet. Lang. Deze serie bedoel je? Ja. Yeah. I don't know. Oh jongens, heb ik niet een ander groen dekje? Oh ja, deze. Oh, die was ik helemaal vergeten. Oeh, welke vind ik mooi? Ik vind deze eigenlijk stiekem wel mooier, maar deze past misschien wel wat beter bij andere dingen. Nee, deze past er ook niet per se beter bij. Ja, ik vind deze wel mooier. Nou, waarom is het zo moeilijk? Oh my god. Oh, die is ook niet zo heel erg duur. Die is waarschijnlijk heel slecht. Of niet? Ja, hij is echt heel slecht. Oké, fuck it. Boeien, het is voor de video, hè? Oh, wacht, jongens, wat? Toch. Ik kan ook gewoon een ander shirt aandoen, maar... Ik zag net wel een leuk bruin shirt. Ik heb een verkeerde gekocht. Echt?
Ja, blijkbaar ging ik iets naar beneden of zo. Of hij is er niet meer. Opeens is hij er niet meer. Ik denk dat ik deze aan ga doen, dit bruine shirt. Dit kan wel. Echt opeens. Wat is dit? Waar is die? Wat is deze? Wat is deze? Eventjes wel. Waar is die gebleven? Op orde houden. Wat? Misschien zit hij. Je shirt, heb je hem gekocht en toen was hij weg? Of ja, maar het, ik heb een andere blijkbaar gekocht. Maar ik zag er net een leuke broek. Blauw met witte, zeg maar, vlakken. Ja, maar die heb je dus niet gekocht. Nee, maar ik heb blijkbaar een andere gekocht. Maar dan koop je die andere toch opnieuw? Ja, maar ik kan die niet meer vinden. Oh. Huh, wat de hel? Oké, okay, we moeten eerst even een hoofdstuk opdoen. We hebben nog 5 minuten, Anouk. Dus ik zou je niet te veel zorgen om maken. Ja, maar oh, het was net zo'n goede broek. Nu wil ik ook weten hoe duur die was. Oh, nou kijk. En dan deze roset passen dan weer ook goed bij. Want er zit geel in mijn shirt en groen. Nee, hij is er niet meer. Apart. Doe dan een andere aan ook. Ik heb niet zo heel veel tijd meer, hè? Nee, maar ik heb wel een hele goede broek gekocht. Maar hij past er niet precies bij. Is hij lelijk? Of is hij wel oké? Nee, hij is wel goed. Maar ik bedoel, vind je hem ook mooi? Ja, hij is ook mooi. Oh, wacht, shit. Ik moest ook een shirt en wit. Ik ben niet helemaal tevreden over dit setje. Maar ja, als ik dan maar denk dat het groene kleur is, dan denk ik ja. Want ik kan niet echt een shirt vinden die er echt mooi bij past. Misschien dat ik even die laatste 5 minuten nog even kan besteden om een ander shirt te vinden. Misschien heb ik toch wel een coole groene sweater. Oeh. Oké, dit is echt de meest voorspelling ever. Maar ik heb een goed shirt. Is die ook mooi? Nee, is echt zo'n shirt die je nooit gaat dragen. Oh, wacht, ik heb wel de broek gekocht. Huh? Slim. Maar ik heb ook 3 broeken in mijn inventory, maar oké. Ik dacht dat je ook meteen aandeed, maar blijkbaar niet. Oké, dan moet ik even naar een wit shirt zoeken. Of thuis heb ik een wit shirt. Ja. Alleen dan geen laarsje. Oh, ja. Ja. En dan ook nog... Oh, wat jammer. Eventjes mijn schoenen uit. Dan kan ik even mijn voet op de stoel leggen. En dat kan jij niet, hè, Jut? Voet op de stoel leggen. Nee. Oh, dit is zo lelijk. Nu heb ik een shirt voor niks gekocht. We kunnen ook een bruin doen. Ik heb nog wel even de tijd. Zodra de timer afgaat, mag je niks meer veranderen. Oh, waarom ga ik... Hoe lang hebben we nog dan? We hebben helemaal... 3 minuten afgerond. Oh. Naar boven afgerond. Auw. Auw. Oh my god. Ik vind dit echt... Dit is niks voor mij. Ik vind het echt niet leuk. Oh, dat is natuurlijk wel slecht setje. Shit, moet ik weer helemaal terug. Het wordt nog een helse dag om alles terug te zetten. Oké, als eerste eventjes het shirtje. Een wit shirtje. Het kan... Oh ja, die is leuk, oké. Die. Zit je hierin? Echt, wat voor een zielig liedje heeft Star Stable aan, man. Star Stable is ook zielig. Oh ja, ik had een hoofdstel die er heel goed bij past. Oeh, eventjes een cap. Ik heb deze gekocht. Nee, huh? Oeh, oké. Okay. Oh my god, dit is zo lelijk. Oh, oké, okay, nou dat is wel cool. Ik denk dat we dit gaan doen. Alleen moet ik dan even snel weer bruin cap en zo opdoen. Dat is dan niet zo erg. En met eventjes witte handschoenen. Oh, kak. Waar zijn mijn bruine laarzen? Nee, dat zijn zwarte laarzen. Nou! Bruine laarzen! Die cap maakt het echt lelijk. We gaan een andere cap doen. Je kunt toch ook gewoon een zwarte cap opdoen? Ik bedoel, het hoeft niet allemaal. Kijk, ik heb... groen is een onderdeel. Ja, ik kan ook geen cap opdoen. Groen is een onderdeel van mijn setje. Ik denk dat ik deze er wel bij ga doen. Maakt toch wel iets meer af. Maar want ik heb namelijk wit haar. Cap. Bruine laarzen. Ja, ik ga nog andere laarzen... dingen opdoen, maar ja, dit zijn niet de goede. Nou, waar zijn mijn bruine laars? Oh, deze groene. Ja, dit is wel cool. Maar dan wil ik niet deze Shit, hoe lang hebben we nog? 30 seconden, Anouk. Ik moet alleen nog handschoenen nog. Ik wou nog aan de haar doen. Ik kan niet meer vinden wat ik wou vinden.
Shit. Ja. Oké. Okay. Ik moet deeltjes nog wat terugleggen hoor. Dat is een witte. 3 seconden. Nou, misschien kan ik mijn haar nog wisselen, maar ik denk het niet. Kak. Nee. Gestopt. De tijd is om. Jongens, ja. Kijk. Tijd is om. Stop. Oké, okay, uit de homestable komen. Mhm. Ja, ik heb alles. Ik ook. Ik ben benieuwd wat je ervan vindt. Het is wel origineel. Iets wat ik normaal niet zou doen. Ik ook. Ik vind het wel leuk wat ik heb, trouwens. Ik zou dat ook wel doen. Maar de broek is niet goed. Nee. Maar je had toch ook gewoon een zwarte broek kunnen doen of zo? En dan een blauw shirt? Nee, kijk. Wacht. Kijk. Ja, wit vlak. Deze konse vlak is wit. Nou, wat ik vind je van mooi. Mijn setje dan? Ik heb groene laarzen aan. Groene laarzen, hoe kom je daar dan weer aan? Weet ik niet, ooit gekregen op de quest. Hebben wij nou hetzelfde soort paard? Nee. Nee, je hebt een lippenzaner. Dit is geen lippenzaner. Ik vind... Oké, jongens. Ja, nu zien jullie wat shots van ons. Welke vinden jullie het mooist? Die van mij? Oh, je paard is geblesseerd. Is die van mij het mooist of die van Anouk? Mijne, Anouk. Of die van... Ik ben Judith en de ander is Anouk. Oké, okay, nou, laat het maar weten in de reacties en in de poll. En ik hoop te zien bij de volgende, waarin wij... Weet je snel afsluiten, want de batterij is bijna leeg van de camera. Oh, oké. Okay. Nou, doeg! Tot de volgende video!